En luitenant-kolonel Werner Kuasen, plaatsvervangend bevelhebber, wordt ingaande 1 april 2022 belast met de waarneming in de bevelvoering over het Nationaal Leger. Kolonel Henry van Axeldongen, die vanaf 3 mei vorig jaar waarnam in de functie van bevelhebber, heeft met ingang van 22 maart 2022 verlof aangevraagd om daarop aansluitend met pensioen te gaan. Hij blijft echter ter beschikking van de minister. Dit jaar zal een nieuwe bevelhebber voor het Nationaal Leger worden benoemd. Tot nu toe was dat niet mogelijk omdat kolonel Robert Carto di Cromo formeel nog in functie was. Ondertussen is de benoemingsperiode van 3 jaar verstreken, waardoor de functie van bevelhebber definitief vakant is. Met de waarneming door overste Kuasen wordt alvast voorzien in de opengevallen functie.